We zijn in het thuiszorgmuseum bij Humanitas. We zijn al eens eerder geweest, maar vandaag wordt het officieel geopend. En ik ga met mevrouw van den Dobbelsteen praten, want u runt het museum. Zeker, ik ben de conservator, dus ik heb hier alles naar binnen gesleept. En het is gewoon een leuke hobby. Samen met vrijwilligers doen we het, want in je eentje kan dat niet. En we hebben dus support van alle bewoners die met trommeltjes aankomen, met blikjes zalf van vroeger en alles. En kunnen jullie dit nog gebruiken? En we hebben dus ook, af en toe vragen we dus dingen aan mensen van, ja, hebben jullie nog bijvoorbeeld dit of dat? En dan ineens denken ze van, oh, ik heb op zolder nog wat liggen. Dus het is een, ik zou wel zeggen, een samen verzamelen van het museum. Stil maar. Ik weet wat jij wil gaan zeggen. Deuteronomium 22. Want al wie zulks doet, is den heren een gruwel. Ik sta hier met de staatssecretaris. Wat vindt u nou van dit museum? Nou, dit museum, daar word je blij van als je allemaal dingen ziet. Ik word blij dat ik allemaal dingen zie die ik eigenlijk vergeten was. Ik zag net een boender, waar vroeger mijn oma het parket mee deed. En ik zag allemaal voorwerpen waar de kleur en zo me helemaal terugbrachten naar toen ik klein was. En dan ben ik nog net onder de 60, maar daar wonen hier dus ook mensen van 80, 90, die op die manier even plotseling weer kind zijn en het lijkt me heerlijk. Dus het is zo goed bedacht. Ja, en nou ja, goed, gaat ook naar meer plaatsen toe. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik bijzonder. En wat ik ook leuk vind om te vertellen is dat ik op bezoek ben geweest in Jeruzalem, in twee bejaardenhuizen. En daar kwam ik dus ook al zo'n 30er-jaren kamer tegen. Het was maar een heel klein kamertje. Ze hadden ook nog niet zoveel spullen, maar spullen uit Holland. En daar gingen de dametjes dus ook uit zichzelf steeds naartoe. En daar zaten ze herinneringen op te halen. Dus het is ook een formule die echt een heel, heel goed bedenksel is. Ja. Wat is het doel? Je kan daar niet dementie mee genezen, dat kan niet. Maar je kan de mensen een prettiger gevoel geven. En ze zijn even uit het hofje waar ze zitten. Ze zijn even uit. Er is één mevrouw die zegt, oh, maar ik ga bij die mevrouw altijd thee drinken. Die heeft zo'n idee van, ik ga op visite. En dan gaan we het lekker over vroeger hebben. Dus het aandacht schenken, extra aandacht aan dementerende, dat is ons doel om ze gelukkig te maken. Okay. En dus u ziet het wel zitten als u zelf ouder wordt. Ja, ik heb al gezegd, als ik hier later woon, dan wil ik graag met die pop die in dat 30er jaren kraamkamertje ligt kunnen spelen. Okay. Ja. Goed, dan zitten we hier in Humanitas natuurlijk, maar kan gewoon iedereen hier naartoe komen? En wanneer dan? Ja, dat is 's middags van 2:30 tot 4:00. En in dit museum is dat op dinsdag. Maar wanneer je een zaak hebt en je hebt alleen maar maandag vrij, dan bel je gewoon op. En dan kunnen we met vrijwilligers dus gewoon op maandag komen voor je. Dus je kan een afspraak maken. En het is gewoon voor iedereen, omdat we, doordat we die dementerende bezig waren, waren de gewone bejaarden die zeiden, oh, maar die stofzuiger die vind ik ook wel erg leuk. En is dat dan alleen maar voor... Dus toen hebben we gezegd, heel Nederland is dus welkom. Het is gratis het museum. Vrijwillige bijdrage is altijd prettig, maar dat hoeft helemaal niet. Mensen, kom gewoon even, al is het maar, je doet je buurvrouw er zo'n plezier mee, of je oud-tante. Als je eens even een middagje hier naartoe komt, lekker kopje koffie drinken, zijn ze er even uit. Je doet ze er echt een plezier mee.